De weergoden laten zich vanmiddag van hun beste kant zien. De beste kant van de weergod is de voorkant of de achterkant. Dat maakt niet uit. Er staat een belangrijke wedstrijd op het programma. Van harte welkom iedereen. Voor tekst en uitleg bij deze wedstrijd kunt u vandaag terecht bij mijn collega en ondergetekende. We verwachten best veel van dit duel. Het is Barcelona met een duel tegen Lille. Ik krijg opeens zo'n gevoel. Dit zou wel eens een heel bijzondere wedstrijd kunnen worden, zie je? Laten we maar snel beginnen. De 11 spelers die vandaag voor Barcelona aan het duel beginnen. Staat erom bekend dat ze veel druk op de tegenstander zetten. Dat is dus lastig als je lekker rustig wilt opbouwen. Maar het heeft ook een voordeel. Want doordat de tegenstander zoveel druk zet, ontstaat er ook wat ruimte op het veld. Frank Rijkaard heeft bij Barcelona ook een mooie tijd beleefd. En ook veel gepresteerd. Hij begon in 2003, werd twee keer landskampioen. Zijn grote ster was Gaucho Ronaldinho. En hij liet Messi debuteren. Onder hem won Barcelona ook de Champions League. Dat was in 2006, de finale in Parijs, waarbij Arsenal op voorsprong kwam, maar Barcelona in de slotfase twee keer scoorde. Daar schiet hij op doel. Ze hadden het de keeper niet te makkelijk. Deze wordt kort genomen. Richting het centrum met de bal. Prima actie van de keeper. Deze wordt kort genomen. Snijdt naar binnen. Schot wordt geblokkeerd. Hij is er voorbij. De bal blijft binnen naar die redding. Ze geeft een hoekschop. De fans op de tribune laten van zich horen. Hun ploeg heeft de tegenstander flink onder druk gezet. Maar nu willen de fans doelpunten zien. Deze neemt hij kort. Trek naar binnen. Ja, het was voor iedereen duidelijk dat ze goed uit de startblokken kwamen. Maar zo snel had ik het doelpunt ook weer niet verwacht. Laten we deze treffer nog eens bestuderen. Want wat gebeurt er nou allemaal? De hoekschop is van hoog niveau. De bal komt perfect terecht. En vervolgens heeft die speler de keuze uit verschillende opties. Maar ja, oké. Dit lijkt me helemaal prima hoor. Zelf op doel schieten en dat doet hij met zoveel overtuiging dat de keeper niets in de melk te brokkelen heeft. We trappen weer af. Er zal een antwoord van Lille moeten komen. Daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. De doelman met een makkelijke redding. De speler wordt geholpen. Hup, die schoot er tegenaan. Doelman ertussen, spel gaat verder. Uitstekend gepakt door die doelman. Hij troeft hem fysiek af en heeft de bal weer in bezit.
Lewandowski. Hij probeert een stift. Ja, natuurlijk een stiftje. Maar dat had de keeper al lang verwacht. Ja, maar toch, hè. Maar toch. Zie hem maar eens tegen te houden. En hij komt eruit met de bal. De doelman wordt aardig op de proef gesteld. Wordt kort genomen. FC Barcelona benut de ruimte. Rukt op over de vleugel. De doelman houdt de bal vast. Kalou krijgt de ruimte op de vleugel. Hij kan scoren en dat wordt dan de gelijkmaker. Ik wil nog even alert blijven. Ja, en dan zit je toch in. Ze hadden er wel een tweede inzet voor nodig, want de keeper was goed bezig. Nou, is dit nou pech of moet de doelman toch het boetekleed aantrekken? Zie je het? Kijk, hier zien we het nog een keer. Hij keert de inzet goed, maar dan komt de bal op een ongelukkige plek terecht en is het uiteindelijk toch een tegentreffer. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Ja, jammer. De tegenstander zit mis. Nee, dat gaat niet door. De verdediger had andere plannen met die voorzet. Daar is het schot. Er zit iemand tussen. Deze wordt kort genomen. Zoekt een opening bij de achterlijn. De speler werkt de bal naar voren. En met de bal aan de voet de uitbraak. Hij grijpt in en verijdelt die aanval even lucht. Hier laat hij zien dat hij weet hoe hij een sliding moet maken. Oh, wat een kans! Toch de schietkans. Ja, koekoek! De techniek druipt er vanaf. Een volley met een timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Dit is natuurlijk een prima uitgespeeld doelpunt. Het begint met die knappe bal voor. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Tegenstander stofhappen. Een counteraanval behoort nu tot de opties. Balbezit meer voor Lille. Daar gaat hij over het randje. Vrije trap tegen Barcelona. Nog geen gele kaart. Ze houdt het bij een waarschuwing. Lewandowski. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Wat een verkoop. De bal
aan de voet. Lille raakt de bal kwijt. Ruimte voor de counter. Ze komen weer aan de bal. Sterk hoor. Goed druk gezet. Hij onderschept die bal. Barcelona speelt best goed. En ze kunnen waarschijnlijk straks thee gaan drinken met een voorsprong. Het is zee. Stop even, Siert. Er komt de kans aan. Er komt de kans aan. Ja, doelpunt. Zijn tweede van deze dag dus. Kijk eens, die verdedigers weten niet wat ze met hem aan moeten. Ja jongens, de GPS aanzetten. Heel netjes van dichtbij afgerond, maar dat was een koud kuntje. Het voorbereidende werk, daar draaide het allemaal om. We trappen weer af met een stand van 3-1. En nu ruimte voor Kalou. Voordeel voor Lille. De Fransen mogen verder bouwen aan de aanval. Hij schudt de tegenstander van zich af. Komt-ie! Goed gekeerd door de keeper. En deze keer klemt hij de bal. Barcelona met de aanval. Met de tweede paal. Een prachtige uithaal. Oh, wat mooi. En die bal ligt in het net. Fantastische volley. Ja, dit is er een voor het Rijksmuseum. Nou, deze kan wel nog wel een keertje terugzien hoor. En met name die voorzet, want die is tot in de puntjes verzorgd. En ja, dat is natuurlijk gewoon een prima manier om af te werken. Hè. Eerst even laten stuiten en dan een soort van halve volley om hem in het doel te krijgen. Niet alleen effectief, maar ook heel mooi om te zien. Wat een uitstekende eerste helft om nu al op zo'n voorsprong te staan. Gevaarlijk. Op deze positie de bal kwijtraken. Hard geschoten, maar net niet in het hart geraakt. Want de bal gaat net naast het doel. Ja, het scheelde heel weinig. Wel een goede poging. Voor de ploeg op achterstand zijn dit ontluisterende statistieken, hoor. En de trainer zal zich ook wel afvragen wat hij in hemelsnaam nog kan doen om die verdediging weer aan de praat te krijgen. Doelman met een makkelijke redding. En weer balbezit. De toeschouwers roepen nu om een schot. Hij zit en zo vergroot hij de voorsprong tot 4 treffers. Indrukwekkend hoor, wat een heerlijke trap. Zo hard geschoten. Hij neemt de bal prachtig op zijn schoen. Vijf tegen één. En we voetballen weer verder. Nog 2 minuten extra speeltijd en dan wordt er afgefloten. Geen geoorloofde ingreep van Barcelona, al dus de arbiter. Ze geeft een waarschuwing in plaats van geel. De voorzet wordt weggewerkt. Netjes gedaan hoor door de keeper. Stijlvol gestopt. De bal komt voor het doel. De keeper werkt die bal weg.
De scheidsrechter fluit en maakt zo een einde aan deze eerste helft. Waarin er maar één ploeg is die aanspraak lijkt te maken op een zege hier vandaag. We volgen de prestaties van deze speler op de voet al weken. En deze cijfers laten maar weer eens zien waarom. Jeroen? Elke aanvaller heeft eigenlijk maar één ding in zijn hoofd. En dat is scoren. En daar is hij in deze wedstrijd al een keer in geslaagd. Wie weet, zit er nog meer voor? En dan nu de tweede helft. Ik weet niet wat jouw verwachtingen zijn, Siert, maar ik denk niet dat de machtsverhoudingen opeens heel anders zullen zijn. Hier laat die speler zien dat hij de sliding beheerst. Oh, wat een kans! Oh ja, alleen op de keeper af. Ja, dan moet hij er toch altijd in? Ja, maar ja, ga daar maar eens aan beginnen bij deze keeper. Dat is echt een heerlijke redding, hoor. Ze gaan er een nieuwe speler in brengen. Korte hoekschop op een teamgenoot. Trek naar binnen. Het schot wordt geblokkeerd. En hij heeft hem. Antoine Griezmann. Die ingreep is niet volgens het boekje, hoor. Waarschijnlijk geel. Ja, en nu blijft het niet bij een waarschuwing, maar krijgt hij ook echt de gele kaart. Nee, de scheidsrechter is toch al heel duidelijk geweest en moet nu ingrijpen. Lewandowski gaat hem schieten. Geweldige redding. Hij tikt hem naast het doel. Doelpoging, schot. Kijk, we hem hard op doel schieten, maar hij gaat echt de verkeerde kant op. Dit moet veel en veel nauwkeuriger. Uitkijken, hoor. Oh, wat een schotkans. Weer galoos doelpunt. Maravilloso. Als een acrobaat. Zo weet hij die bal in de touwen te jagen. Dit zie je niet vaak, hoor. Wat een doelpunt, mensen. Ja, en dieren natuurlijk. Honden, die kijken ook mee. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Maar vervolgens wordt die speler stevig aangepakt door de verdediging. En eigenlijk is het dan heel knap dat hij zijn evenwicht nog weet te bewaren. Hè? Want het is gewoon ijzersterk dat hij de bal dan toch nog weet binnen te werken. We gaan verder spelen. En de stand is 6 tegen 1. Goed ingegrepen en de bal weer in bezit. In het centrum gespeeld. Zo wordt de voorzet weggewerkt. Schiet kans! Ze ruimen de bal op voordat hij kon schieten. En daar de vrije trap voor Barcelona. Er zit iemand tussen. Wijziging in het team zien. Er komt iemand in. Hij probeert naar binnen te komen. Hij houdt het schot tegen. Geen handige actie van keepertje. Dit kan een moment zijn voor een counter.
Ja, het publiek klaagde over die strafschop die niet werd gegeven. Ja, het was een cruciaal moment. Had iets kunnen worden deze counter, maar ze stranden. Kan hij hiermee? En boem, nog een goal. Ze maken gewoon gehakt van deze tegenstander. En het is niet eens woensdag. Je zou haast medelijden krijgen. Hij blijft maar gaan. Hij blijft maar gaan. Wat een actie. Hij komt steeds verder. Ja, elke keer weet hij uit de greep van zijn tegenstanders te blijven. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Hij is op de bal gezet. Salem Al-Dassari. Die voorzet bereikt zijn doel niet door die verdediger. Schot tegengehouden door de keeper. Een moment voor een nieuwe speler, zegt de coach. Korte hoekschop op een teamgenoot. Hij trekt naar binnen. De inzet wordt geblokkeerd. De bal wordt ingeleverd. En Antoine Griezmann kan gewoon verder. Niet gefloten voor die overtreding op hem. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Een geweldige ingreep. En het gevaar is geweken. Er komt iemand helpen. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Csaboszlai. Hij is hem kwijt. Hij is zijn tegenstander voorbij. Bal vast in de handen. Salem Al-Dassari. De doelman anticipeert en heeft hem vast. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Een counter behoort nu tot de opties. Hij gaat voor de stift. Wat een doelpunt! Wonderschoon, een stiftballetje over de keeper heen. Volkomen kansloos die doelman. Nou, knap hoor, want heel veel ruimte was er niet. Prachtig uitgevoerd die boogbal. Hij vloog net over de keeper en precies het doel in. Ja, geweldig hè. De doelman die doet wat hij kan, maar die kon er echt niet meer bij. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Alle vrijheid op de flank voor Antoine Griezmann hier. Een sliding in de 16, je moet maar durven. Een kans om te scoren. Nog steeds in een gevaarlijke positie. Een onvervalste hat-trick maakt hij hier. Wat is hij vandaag op dreef? Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. En vervolgens is het een kwestie van uithalen. En dat doet hij met een kiezelhard schot. De doelman kan daar nooit op tijd bij. Uitstekend afgerond. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Mooi langs de tegenstander. De grensrechter wijst naar de cornervlag.
Er is een wissel in voorbereiding. Voor het doel gegeven. Gevaar is nog niet weg. Nu zouden ze best kunnen counteren. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Die counter wordt een vak. En die bal wordt weggewerkt van de doellijn. Ja, geweldig verdedigend werk. Ik telde hem eigenlijk al. Jij ook? Ja. Ja, de schot gaat rechtstreeks op de doelman af. Wat een wedstrijd was dit. De laatste paar minuten zullen weinig meer uitmaken. Barcelona wint met hele duidelijke cijfers vandaag. Ja, deze. Ja, ja, hier moeten ze gebruik van maken. Geweldige redding. Hij tikt hem naast het doel. Ja, dat is een hoekschop. Kort genomen. Griezmann. Goed gepakt door de keeper. Over 7 minuten is de reguliere speeltijd voorbij. Leão. Barcelona slaagt er niet in de bal in de ploeg te houden. Hij haalt uit, maar weet er niet de juiste richting mee te geven. Salem Al-Dassari. Einde balbezit voor Barça. Rafael Leão. Voordeel voor Lille. De Fransen mogen verder bouwen aan de aanval. Deze wordt makkelijk onderschept. Dit kan een moment zijn voor een counter. Ze raken de bal weer kwijt. Zonde, want de counter leek gevaarlijk. Griezmann. Nog steeds aan de bal hier. Ja, kans! Altijd lekker. Een opwarmballetje voor de keeper. Klem vast. Er komen 4 minuten extra speeltijd bij. Uitstekende mogelijkheid. De voorzet was goed, maar ze komen er niet aan. Szoboszlai. Achter de linie is gestoken. Lewandowski. Misser van Lewandowski. FC Barcelona benut de ruimte. Rukt op over de vleugel. Barcelona heeft gewonnen. De scheidsrechter fluit voor het laatst. Wat een prachtvertoning was dit. Wat hebben ze laten zien hoe goed ze zijn. Hè? En dan zo'n resultaat. Ja, dat is iets om trots op te zijn. Wat een fenomenale wedstrijd van deze speler vandaag. Dit gebeurt natuurlijk niet elke dag. Hè? Dat je een hat-trick maakt. Deze speler was zo ijzingwekkend cool voor het doel vandaag. En dan bezorg je je team dus de overwinning.